Hey Bart Valkenier hier en welkom bij mijn Mega Blender training serie video nummer 48 alweer. Volume Matrix, wat klinkt ingewikkeld, is dat wel een beetje, maar wat kan je ermee? Bijvoorbeeld wolken maken of mist en vuur en rook. Super, super vet In je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle Blender doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem daar nou zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laatste leuke, ja. Ja, volumetrics dus. Wolk, vuur, rook en mist. Wat wil het eigenlijk zeggen? Licht gaat er doorheen. maar ja, dat heb je met transparante of doorzichtige materialen ook. Zoals je in de vorige video's hebt gezien. Maar licht wordt ook een beetje in tegengehouden En vult daarmee de ruimte, het volume. En mist vult dan zeg maar meer uh, de wereld. En volume meer bijvoorbeeld een mesje als een wolk of zo. Nou, volumetrics zijn een beetje zwaar voor je PC. Daar moet je echt goed over nadenken. En het is ook wel een beetje technisch, maar die techniek, bam, daar skippen we een klein beetje overheen. We gaan gewoon aan de slag. En in deze video laat ik je zien hoe je mist aan je scène kan toevoegen en hoe je een wolk kan maken. Oftewel, zwaar voor je PC, tikkie technisch, maar wel heel erg vet. Ik ga je er doorheen loodsen. Oké, okay, dit is de doelopdracht: downloaden van mijn site. Maak mist en een wolk. Wat vinden we hier? De huh, straaljager. Met wat vuur aan de achterkant. Tenminste, een nepvuur. Dit is dus gewoon een, een lichtgevend materiaal. Nog niks, geen volumetrics of zo. Een lichtgevend rood en geel materiaal. Zodat die straks mooi door de wolk heen schijnt. Maar laten we eerst maar eens even beginnen met mist maken. All Voordat je mist kan maken, ga ik eventjes. Nou, weet je wat? Ik ga het helemaal niet uitleggen. We gaan het gewoon lekker doen. En dan komt het vanzelf al. Shift A, mes en Q. Je moet even een kubus toevoegen. Want het punt is: die mist. Kan Blender niet over de. Nou, kan die gewoon niet overal laten zien. Die mist kan hij alleen laten zien op deze plek van deze kubus. Dus zorg ervoor dat jouw hele scène zo hier Zo'n beetje in een massief grote kubus zit. Nou, nu natuurlijk kun je niet zo goed door die kubus heen kijken. Je wel en wireframe en zo, maar het is eigenlijk een beetje niet zo handig, want de rest wil je gewoon uh, in material preview hebben en de kubus in wire. Nou, dat kan. Daarvoor moet je naar de object properties bij het properties panel en dan bij viewport display display as wire. Oké okay dan, en dan laat hij deze kubus altijd als een draadmodel zien en de rest gewoon. Uh, Zoals jij het wil, zoals rendered. Oeh, daar moet je een beetje over nadenken. <laughs> rendered. Eh, nee. Hmm. Rendered laat hij het gewoon als een kubus zien. Maar we natuurlijk een preview kunnen er doorheen kijken. Omdat we deze nu op wire hebben gezet. Oké, okay. wat ik net zei is dat die dat, dat mist kan. Ik kan die niet overal laten zien. Alleen maar binnen dit domein eigenlijk. Het domein van deze kubus. En op die kubus gaan we dus een nieuw materiaal zetten en dat wordt niet een materiaal die aan de buitenkant zit, maar eigenlijk meer aan de binnenkant of eigenlijk het volume. Deze kubus gaan we vullen met mist. Ze dus gaan even een nieuw materiaal maken en die noem ik ook mist en dan enter. Maar wat je dan ziet is dat hij dan standaard die Principled PSDF node erop zet. Hier zo. Um, nou, je weet dat dat hetzelfde is bij de properties panel instellingen. Maar deze noot hebben we niet nodig. We hebben een andere nodig. En dan zie ik dat de kubus gelijk hier helemaal zwart wordt. Welke noot we wel nodig hebben, is uh, de. En dan doe je Shift-A. En dan doe ik hier volume. En dan de tweede volume scatter. En dan even iets heel belangrijks. Je moet deze volume niet in de surface pluggen. Je zou denken groen naar groen is goed. <laughs> maar er is nog een ander groen bolletje, namelijk die van het volume. Aha! En nu krijgen wij een enorm mistige kubus. Zo mistig dat je er echt werkelijk waar niet doorheen kan kijken. Maar je ziet wel een beetje dat het licht aan de randjes doorheen gaat. Dus er is wel degelijk iets met mist gaande. Wat je dan moet doen, is die density omlaag. Want die density, de dichtheid van die mist, staat nu op 1. Maar met shift en dan die muis bewegen. Kijk, met shift kun je heel makkelijk... Ja, als je gewoon zonder shift doet, dan verandert zo'n waarde heel snel. Maar als je zo'n waarde subtiel aanpast, dan hou je er shift bij in de buurt. Ik ben weer screencast vergeten. Het huh, wordt echt een... Uh... Zeg iets vandaag met screencast kies. Anyways, nu zie je dus dat ik shift ingedrukt hou en het density omlaag doe en dan kan je dus heel subtiel spelen met mist. En dan zie je ook de objecten in de kubus eh, tevoorschijn komen. Ik maak deze camera ietsje groter. Ga ik even met 0 kijken hoe de camera er iets ziet en dan heb ik hier die cube. Dubbelklik maak ik hier eventjes mist. Domein van domein. Domein. Hoppakee. Okay. En dan kan je hier dus spelen met hoe mistig. Kijk, nul er is natuurlijk nul mist. En hier heb je een beetje, beetje mist. Cool hè. Uiteraard kan je de kleur ook nog uh, aanpassen. Dat je andere kleurtjes mist uh, hebt of zo. Beetje warm geel uh, gelige mist of zo. Nou, ik denk, waarom wordt het dan blauw als dit uh, geel wordt? Nou, bedenk dat het licht door mist natuurlijk misschien andere, rarere dingen kan doen. En volgens mij heb ik nogal wat lampen aanstaan. Uh, point light, spot van achteren. En in de wereld hebben we volgens mij ook nog. Oh, ik heb een color gradient toegevoegd aan de wereld. Color gradient toegevoegd aan de wereld. Wat is dat? Nou, dat gaan we in de. Ga ik in de volgende video laten zien. Nu even terug naar mist. Kijk, ik heb hier die puntlicht van achter geselecteerd. En die beweeg ik nu een beetje. En je ziet zeg maar dat je die uh, licht een beetje op andere plekken kan zetten. Ik overdrijf nu een beetje, maar die zie je dus heel mooi. Dat ja, je ziet het wel, een mistig bos waar de zon heen schijnt. Je ziet die schaduwlijnen. God rays, ja, dat geloof ik, zo een beetje tevoorschijn komen. Nou, als je nog verder tweakt met je lampen en de density en dat soort dingen, kan je dat nog uh, vetter maken. Maar eigenlijk is het uh, niets uh, moeilijker dan dat. Dan gewoon een kubus pakken en daar die volume scatter node op zetten. Een beetje spelen met het licht en die density. Een anisotrop, wat een woord. Uh, ik moest het even googlen toch even gedaan. Dat is de, dat je kan instellen dat de lichtstralen in andere richtingen uh, afbuigen als het ware. Ik ga even naar 0 in camera view. Dus uh, ja, speel daar een beetje mee in. En net zolang dat je de look hebt die je wil dat je hebt. Oké, okay, dat overmist door naar het maken van een wolk. En ik zal even de mist domein eventjes uitzetten voor renderen en viewport te kunnen wat makkelijker werken. Ik ga even naar even kijken material preview en die, die felle lichtpunt van achter die ik me even heb genoemd zet ik even uit. Want we gaan deze straaljager door een wolk laten vliegen. Ik zet de uh, kijken de 3D cursor even een beetje ergens zo, een beetje hier neer. En dan Shift A en dan gaan we mesh en doen we UV sphere en laat me eventjes gewoon op 32 en 16. Aan. Niet heel erg low poly, maar dat maakt niet uit. Deze doe ik even schaal en ik doe eventjes een slash. En dan gaan we even in een local view. En dan doe ik even A, ga ik in A. A selecteren. Maar wat ik net deed was, natuurlijk tab. Ik ga even in edit modus met A alles selecteren. En doe ik eventjes shift D, uh, scale. Oh, en zeg je dat rondje? Dat was van proportional editing en die hebben we zeker zo nodig. Maar die zet ik nu nog eventjes uit. En we gaan gewoon een basiswolk moddelen. En Shift D, soort Mickey Mouse-achtig. meerdere bolletjes, zeg maar. Een beetje op een bepaalde plek zo uh, zetten. Alsof het een basiswolk is. En dan gaan we er zo een echte wolk van maken, hoor. Komt goed. Deze een beetje groter. Nou, een beetje wolkig misschien. Misschien nog iets aan, uh, aan de onderkant. Misschien een beetje gek schalen of zo. Nou, uh, misschien nog hier. Uh, zo, hoppakee. Nou, heb ik nu die uh, basisvolk rechtermuisknop Shade Auto Smooth? En dan gaan we daar een modifier op gooien. Modifiers kan je wel van het modifier feestje. En wat we erop gaan gooien is een Subdivision Surface. En met twee levels. Dan wordt die extra smooth. En wat we dan nog gaan doen is een dis displace modifier erop gooien. Dus eerst een subdivision dan een, een displace. En een displace wil eigenlijk zeggen verplaats. En wat moet hij dan verplaatsen? Op basis van een zwart-wit plaatje, oftewel een. Texture. Hey, ik had beloofd dat ik niet veel in de techniek zou duiken. Hè? Gewoon een lekker doen wat ik doe. Subdivision en een Displacement. En heeft hij zo'n zwart-wit plaatje, noem je dus een texture, heeft hij er een nieuwe van nodig. Dit wordt een beetje chaos, maar komt goed. Klik eventjes eh, hier op deze puntjes en dan ga ik dus in één keer naar de Texture tab... En in plaats van type image or movie, zet ik hem op cloud. Hé, hey, daar waren we eigenlijk nog op zoek. Want we willen ook een cloud maken. Wow, dit is een heel erg pointy cloud. <laughs> Zie je ook wat hij doet als ik we terug ga naar de Modifier. En dan zet ik hier op Strength. Die staat nu op 1. En als ik die op 0 zet. Doet hij eigenlijk niks, dan hebben we de oorspronkelijke basisvorm weer terug, Terwijl wel ja, de subdivisie zit er nog voor. Mijn oorspronkelijke basisvorm, en als ik die ietsje hoger zet, zie je dus dat hij die, die vorm gaat displacen, een beetje verplaatsen op basis van dat uh, die texture die ik net heb gemaakt. In die textuur kan je ook een naam geven: wolk uh, nou, texture, toch maar. Oké, okay. nou met strengths kan je dat dus een beetje zo aanpassen. Ja, en doe het een beetje subtiel, dat het net een beetje zo een beetje wolkig is. Met mid-level kan je nog een beetje spelen. En hier kan je dus in één keer naar de instellingen, kan je ook met de size spelen van... Nou, dit zijn hele kleine... Uh, nou, nu krijg je wat grotere bobbels, zeg maar, en uh, hoe diep die bobbels zijn. Nou, anyways... Gaan we terug naar de modifiers. En dan gaan we die applyen. En je weet, hè, als je een modifier applyt, dan kan je dus niet meer terug. Dan zit dus dit vastgebakken in de vorm. En apply doe je altijd van onder naar boven. Meer over die modifiers. Kijk, deel 2. Het begin van deel 2, al die modifier filmpjes. Anyways, um, druk op apply. Die is toegepast. De Subdivision toepassen. En dan heb ik geen modifiers meer. En als ik nu in tab ga, dan zie je dat ik wel een hele hoop geometry heb. Maar wel heel erg wolkige geometry uit local view. We gaan eens terug naar dit. Oké, okay, dit is misschien een hele leuke uh, cartoony wolk, maar we willen er een echte volumetric wolk van maken. Hoe doe je dat? Oké. Okay. Niet door hier een materiaal op te gooien, maar door iets totaal anders te doen. Ik geef een shift A. Nee, sorry. Shift S, cursor to selected. En ik ga hier nog een object, set origin, origin to geometry en dan cursor to selected. Dan zit het origin op de goede plek en de 3D cursor op de goede plek. Niet allemaal heel belangrijk, maar het is meer gewoonte, zeg maar. Maar dan doen we shift A. We gaan een nieuw object toevoegen en dat is een nieuw volume empty object. Dus bij shift A add, volume empty. En dan gebeurt er eigenlijk nog steeds niks. Maar wat je nu hebt gedaan is hier zo, vind je een volume object. Vind, het lijkt er al een beetje op een uh, wolkje. En daar kun je een modifier op gooien. Maar hier zie je, maar drie modifiers Er zijn er veel minder als dat je hebt voor een normaal mesh object. Maar maakt niet uit. We drukken gewoon op mesh to volume. Tadaa. En dan krijg je een mesh to volume object, uh, modifier eigenlijk, die je op die empty hebt gegooid. En dan moet je dus zeggen van, oké, okay, deze modifier maakt een mesh naar een volumetric object, zoals een wolk waar het licht doorheen kan uh, schijnen. Nou, dan moet je nog wel vertellen welk object. Drie keer raden, namelijk onze wolk. Tadaam. En nu heeft hij dat gedaan, maar die mesh zit er nog overheen. Weet je nog, dat was uh, deze. Dubbelklik, ga ik eventjes een naam geven. En noem ik dat wolk mesh. Enter. En die wolk mesh hebben we eigenlijk niet meer nodig. Dus die ga ik gewoon even uitschakelen voor de viewport en de render. En hé, hey, moet je nou eens kijken. Nu lijkt het al een klein beetje wolkig. Want dit is mijn die volume. Neem ik even. Uh, wolk. Volume. Enter. Nou, we hebben nog een modifier nodig, namelijk Volume Displace. En die komt hieronder. Hé, hey, die heeft weer zo'n grijs plaatje nodig, oftewel een texture. Nou, trouwens niet elke texture zijn grijs, maar in dit geval wel. Um, Want we hadden nog die Wolk texture. Hoppakee. En die kan je erop gooien. En oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dit zijn best wel wat settings die je van allerlei shit doen. Maar probeer ze te spelen met de volgende waarde. Die Density, die zet ik op 1.9. En dan wordt het ietsje dichter dus. En voxel amount is eigenlijk de resolutie van de wolk. Hoe hoger je die zet, hoe mooier de wolk wordt. Maar hoe harder je computer moet rekenen. 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 Ik wil regenen zetten. We hebben het tenslotte over een wolk. Rekenen niet. Regenen. Hm. Dus die voxel amount op 28. En dan nog eens kijken hoe dat er in rendered uitziet. Haha. Kijk, dat ziet er best wel fluffy uit. Ik haal even die uh, tekst uh, weg. Want uh, dan zie je de wolk beter. Moet je kijken. Kijk, hij moet natuurlijk een beetje renderen. Nou, er zijn een paar dingen die je kan instellen. Nou, een paar. <laughs> ik kan ongelooflijk veel dingen instellen. Maar eerst maar eens even kijken naar de strengths van die Volume Displays Modifier. Weet je, er dus was nog deze. Kijk, als ik die bewijs van 0,5 zet. Dan krijg ik een veel uh, smoother wolk. Zet ik hem op 2. Uh, dan gaat hij dus meer displacen. En dan zie je dus ook meer losse... Wolkflubjes zo her en der uh, tevoorschijn komen. Nou, het gekke eigenlijk is dat deze wolk nog helemaal geen materiaal heeft. Kijk, eventueel, het is een empty met twee modifiers. De eerste modifier maakt van jouw mesh wolk dus een mesh volume. En die volume wordt dan gedisplaced. Maar het is nog geen materiaal. Dus als stel je voor ik wil een andere kleurwolk. Dan kan ik nergens de kleur instellen. Nou, dat kan je doen door op die wolk gewoon een nieuw materiaal te gooien. Maar dan gebruiken we niet de principled volume, de Oh ja, kijk, heh, gebruiken we niet de Principled BSDF voor, voor gewone mesjes, zoals bijvoorbeeld de uh, straaljager, weet je wel. Maar de Principled Volume Note. Nou, eh, ook heel veel sliders. En die onderste sliders die hebben vooral te maken, kijk, je ziet hier al, Emission Color, Black Body Tint, Temperature. Hmm... Inderdaad, vuur. Want op deze manier kun je ook vuur maken. Nou, voor deze video, die zal, wat anders is heel te lang, sla ik dat over. Ik ga in de toekomst misschien een keer een filmpje maken over vet vuur maken, in Blender op 10 manieren of zo. Maar voor nu, focus alleen even op bijvoorbeeld deze kleur. Dus je kan bijvoorbeeld ook een uh, roze wolk. Zit je hoofd in een roze wolk? En je hebt hier de density. Die kan ik bijvoorbeeld ook op een, een half zetten. Of op 0.1, dus nog minder. En dan zie je zien dat die wolk dus steeds doorzichtiger wordt. 0.05. Zie je dat? Dan krijg je dus een hele doorzichtige wolk. Je kan hem ook bijvoorbeeld op 2 zetten. Dan krijg je een hele onderzichtige fluffy wolk. Nou, dat zijn wat dingen waar je mee kan spelen. Nou, we zullen deze straaljagers door de roze wolk eh, laten vliegen. Maar. Hoe krijg je die wolk dan op de goede plek? Want als ik die wolk volume pak en ik ga met G proberen te verplaatsen, dat da lukt niet echt. Wat je moet doen is die mesh wolk verplaatsen, die oorspronkelijk is. Zorg dat je die actief hebt en geselecteerd. Dan kan je die verplaatsen en dan kan je die dus op een goede plek zetten. Je kan hem ook uh, schalen en dan gaat hij. Onzelf mee. eventjes naar GZ Een beetje naar beneden. We zullen de hele straaljager erin zetten. En dan die wolk. het lelijke wolk. Meestal gauw weer hide'en. En dan uh, ziet het er zo uit. Hij vliegt door een roze wolk. En zo kun je dus hele vette plaatjes maken. Zoals dit. Dit is een uh, ander project. Uh, pff, hetzelfde project hoor. Maar ik heb wat meer getweakt met de kleuren. De instellingen. De helderheid. En de, van de lampen. Overigens de mist heb ik heel erg laag gezet. Uh, de, de, de mist, weet je wel, dus die, de die mistdomein. Hier, de volume scatternote, de densiteit staat echt op 0,001. Ik kan hem wel uh, bewijzen van, kijk, als ik hem op 0,1 zet of zo, dan is het al super dense. <laughs> dus uh, kijk, hij wordt heel gauw echt heel erg. Heel erg mistig, zeg maar. Maar als ik een beetje te mistig doe, vond ik dat je eigenlijk niet zoveel meer zag van de detail van de wolk. Dus ik had hem heel erg laag gezet en dat de focus vooral naar de wolk gaat. Ja, en wat heb ik nog meer gedaan? Die punt uh, ligt aan de achterkant. Ja, aan de zijkant, hier staat nog zijkant, maar die heb ik aan de achterkant gezet, zeg maar in de wolk, om extra dat, ja, dat vuur de, van de straaljager in de wolk te laten schijnen, op die manier naar voren te laten komen. Je ziet nog een spot aan de onderkant. Die uh, schijnt op de onderkant van de wolk. En op die manier uh, geeft hij daar mooi uh, licht aan. En uh, ja, kun je kunt gewoon hele vette plaatjes maken. En ik vind het een heel leuk uh, contrast tussen het gladde hoekige van de low poly stijl. met het, uh, ja, merk, toch wel realistische fluffy van zo'n uh, wolk. Uh, dus. Probeer het zelf eens uit. Het is een beetje geklooid met instellingen en uh, volume scatter notes en blalala. Kijk naar mijn blenderboek, daar staat het stap voor stap in en dan kun je het stap voor stap dus volgen. Ik ben heel benieuwd wat jij maakt met al deze volume pracht. En dan voor nu zeg ik op naar de volgende video. Maak je wereldmateriaal, heb je al behoorlijk voorbij zien komen, maar even alles bij elkaar in één videootje. Maak iets!